Goed, hè? Hopstakee, ja, daar zijn we weer. Nieuwe dag, nieuwe kansen. We zijn dit keer weer op de Dutch Design Week. Dag 4 is het inmiddels al van de week. Ja. En we staan vandaag bij het tak. En we praten met... Oh, nee. Jawel. We staan bij het tak. En we praten met mensen die in de fabriek tentoonstellingen hebben gemaakt. De fabriek in Zuid-Eindhoven. Ja, die hebben toegereisd naar deze caravan. Inderdaad. En de fabriek heet Tentvormen, buitennissige bouwsels. En we praten met Bart van der Denne, Jack Peters en Jelle Saris. En wie is Bart? Oké, dag Bart. Hi. En wie is Jack? Ja. Oké, en dan ben jij Jelle natuurlijk. Daar zijn we dan. Oké, Ilona mag die eerste vraag stellen. Zijn jullie gevraagd door de fabriek of hebben jullie zelf initiatief genomen om contact op te nemen? Of? Dat was wel mooi. We zijn allebei gevraagd. Bart was gevraagd en ik was ook gevraagd. En uiteindelijk hebben we besloten om gezamenlijk één werk te bouwen. Omdat dat denk ik het mooiste. Want jullie werken normaal niet met elkaar, maar dat is gewoon nu puur toevallig. Nou, we hebben een band met z'n vieren. Het is jammer dat Jan er niet bij is, maar op zich qua ruimte klopt dat dan wel. Maar we hebben een bandje en daar zijn we veel mee aan het spelen. En nou ja, dit leek ons eigenlijk wel een leuke uitdaging om ook eens te kijken of we ook een beeldend ding konden bouwen met de band. Echt, en dat we alle vier ook los beeldend werk maken. Ja, dat is wel heel anders dan muziek maken, maar dat is wel eens spannend om te proberen. Dus een combinatie maken. En jullie hebben een, ja, hoe moet ik het uitleggen, een soort, ja... Concertzaaltje gebouwd? Of ja, bedoel, ja, hoe moet je dat zien? Een radio? Een oude radio, oude buizenradio. Ja, okay. En daar kun je als publiek in. Dan krijg je een klein privé concertje. Hoeveel mensen kunnen erin? Wij dachten 5, maar het bleek toch wel een stuk voor 12 of 13 te zijn. Ze kunnen op elkaar, zeg, op elkaar schoot gaan zitten. Ja, het werd behoorlijk gezellig inderdaad. Ja. Ja. Er liggen allemaal kussens in, dus het gaat goed. En hoe gaat het dan? Dan spelen jullie gewoon de hele avond lekker met je bandje in de radio? Ja, we hebben eigenlijk de hele avond muziek gemaakt. Het leuke was, er was een vriend, een Canadese muzikant, solo-muzikant. Die mocht Engeland niet in en die belde op van, ik kan niks doen, want die moest 26 optredens afzeggen. Dat is natuurlijk super klote. En toen zei ik van, nou ja, als je zin hebt, dan kom maar langs. En toen bleek dat, toen hebben we eigenlijk de hele avond met z'n allen muziek gemaakt. Dus het werd eigenlijk... half jam, half ieder zijn eigen liedje spelen. En dat was echt super. We hebben langer gespeeld dan ooit en dat was eigenlijk wel goed. Om ook een keer te proberen. Ja. Dat was vrijdagavond, hè? Was het vrijdagavond is het over. Ja. En we zeggen zo meteen wanneer jullie nog meer weer spelen. Hebben jullie, want de locatie in de fabriek, hebben jullie die zelf gekozen? Nee, daar zijn we voor. Op, binnen de fabriek? Binnen de fabriek zelf, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Jullie wisten al toen je in de fabriek aankwam dat je een radio wilde maken? Ja. Dat was het plan. Ja. Ja, je gaat een hut bouwen samen. Ja. Een radio in dit geval. En uiteindelijk is dat de bedoeling ook dat je erin gaat spelen in een hut. En de locatie stond voor ons vast meteen van, we hadden allebei meteen van, we willen de kelder in. Want dan was het ook de atmosfeer beter, donker. Plus dat je de rest niet pest met geluiden. Ja, precies. Zeg maar, het is een beetje een afgesloten geheel. Daardoor. Ja, dat werkt wel goed. En jullie zijn alle drie ook beeldend kunstenaar? Ja, alle vier. Want die alle vier ook wel. En in welke métier kunnen we jullie normaal aantreffen, zeg maar? Wat doe je buiten het bouwen van bouwsels? Of bouw je bouwsels? Ik bouw bouwsels. Van karton werk ik heel veel mee. Ja. En laatst hier ook in Tak een expo gehad, samen met Eindhoven Nieuw. Een grote tractor van karton gebouwd. Die staat nu bij Jack in de showroom nog. Ik bouw eigenlijk alleen maar met karton en ook patronen uit karton. En de laatste tijd zit er iets meer figuratie in, dus tractors. Ik ben bezig met een vijver aan het maken thuis in mijn atelier. Met een werphengel en weet ik allemaal. En riet en zo, alles van karton zeg maar. En dat wordt ook een groot project. Weet je al waar dat komt? Ik heb wel wat dingen op de oog, maar dat moet ik nog gaan regelen, zeg maar. Ja. Oké, want deze radio is eigenlijk ook van, is ook uit karton gemaakt, toch? Grote deels? Ja, wel. Oké, en dat was,
Ja, waarom het was, grap... was dat om dit te heien met karton? Ja, het is wel grappig. Er zit wel bij iedereen zit wel karton of zo. Het is wel echt een soort, hoe noem je dat? Een die vereniging. Een pallet of zo. Een karton vereniging. Een rode draad. Ja, ja. Ja, ja, dus, ja, als je je vraag verder gaat, dan is het bij jou ook wel. Ja, ja, ja. Ja, ook deels karton, oude boekenkaften, oude spullen. Wel spul wat al een keer gebruikt is, meestal. Dus ja, dat leent zich makkelijker voor om dan. Om daar iets mee te doen of zo. Ja. Van waar die liefde voor karton, waar komt het vandaan? Zij hebben het jullie net vroeger langs een kartonfabriek gewoond? Nee, er zit in ieder geval die. Er zitten geen, hoe noemen ze dat ook op de academie altijd? Dat je een ding hebt. Voorliefde voor karton. Nee, het is goedkoop en snel en je kunt een flink met bouwen. Straat, Ja, het is goedkoop ook. Ja. Werk je ook met karton op straat? Dat is eigenlijk, Ja, dat nu zegt. Nee, dat je het van de straat af kan halen. Ja, maar dan werk je er dan ook mee, zeg. Ja. Ja, of uit de winkel, zeg maar. Ja, de dozen, dat soort gedoe. Het is mooi, want er zitten vaak kleurenprints op en zo. Dan kun je ook weer hele mooie dingetjes van maken. Patronen uiteraard of zo. Dingen uitsnijden. En het golfkarton vind ik zelf heel fijn. Een jak gebruik meer boekenkaften, maar golfkarton is mooi omdat je die toplaag eraf kunt halen. En dan krijg je een schakering, zeg maar, van ribbel en toplaag, zeg maar. Kun je een schaduwwerking. Mooie... Ja, precies. Ja. En in de muziek, wat voor type muziek kunnen wij, want daar heb ik geen idee van. Ja, we hadden laatst nog wel een mooie, was een beetje een folky geluid met rauwe randjes. Zo was het omschreven. Ja, weet ik veel wat voor muziek. Ja, dat is altijd lastig toch. Maar zingen je eigen liedjes? Ja, dat zou doen. Allemaal zelf geschreven? Ja. En het is meer folk, akoestisch? Ja, het is allemaal akoestisch. We hebben de bezetting is een viool en een harmonium, dwarsfluit, bas, gitaar en zo. Is dat meer samen zo? Nu folk? Nee, het is niet van die, rare shit. Hoezo? Waarom is het rare shit? Nee, freak folk heb je toch nu. Nee, freak folk en nu folk heb je ook, zeg maar. Nee, het zijn vrij simpele. Gothic folk heb je ook al. Ja, nee, het is vrij simpel. Het zijn meer, het is gewoon, het is gewoon. Eigenlijk is het gewoon punk. Ja, maar is het ja, punk op een specifieke punt. Ik zou zeggen, nee, het is eigenlijk metal, is daar eigenlijk. Nee. Ja, maar wil je dan? Maar zijn het Nederlandstalige liedjes? Nee, Engelstalige liedjes. Waarom? Omdat het makkelijker bekt? Nee, omdat daar kun je je achter verschuilen. Oké, en het Nederlands is te confronteren voor je. Vind ik wel. En die trend snap ik nog niet helemaal, moet ik zeggen. Nederlands volk. Wellicht als we 60 zijn of zo. Ja. Wat ja, Nederlands talig zijn? Nederlands talig zijn. Je zingt ook in een Nederlands talige andere band. Ja, de Rotte Herders. Ja, maar dat is alles. Dat zijn met z'n vieren en dan sta je niet in je eentje. Nee, dat sta je niet. Oké, jullie hebben dus weer een... jullie zijn een van de 6 of 7 kunstwerken die in de fabriek staan. We hebben dus niet gehad over de zaal boven, waar eigenlijk, want jullie zijn al enige in de kelder. Ja. Als enige in de kelder, ja. We hebben het niet gehad over de zaal boven. Wanneer kunnen we jullie aan het werk zien nog? Morgen. Alleen nog? Nee, nou, je kunt sowieso het werk nog gaan bezien. Nee, maar jullie, het live, het ding. Alleen morgen nog. En van hoe laat tot hoe laat? Tussen 2 en 6 spelen we. En dus als je tussen 3 en 4 komt, weet je zeker dat je een set krijgt. Oké. Goed. Dan weten wij genoeg of niet? Ja. Of willen jullie nog per se iets kwijt? Ja, zal ik zo'n stroopwafeltje? Jij mag een stroopwafeltje. Dat mag ook. Dus dames en heren, morgen 22 oktober of niet? Ja, morgen 22 oktober. Tussen 2 en 6 we spelen Bart, Jak en Jelle en Jan. Janne. Live in de fabriek. En als je tussen 3 en 4 komt, heb je zeker een plekje op de matras in de gezellige radio. Dankjewel weer voor de aandacht en tot de volgende keer. Gast. Volgende gast. Oké.